Goedemorgen allemaal. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Alles start met koffie. Ruben is onderweg naar me toe. Eigenlijk is het iedere ochtend zo dat ik sta te twijfelen. Wat zou ik nou gaan ontbijten? Kan ik het beste brood nemen? Of toch een lekker fruitje, havermout? En meestal kom ik dan toch weer niet verder dan een bakje yoghurt of een crackertje. Of toch maar weer boterhammetje. En met de lunch een boterhammetje. En ik merk gewoon dat het allemaal niet zo lekker valt. Bovendien, ik wil mijn lijn ook een beetje in de gaten blijven houden. En nou komen de zomermaanden er weer aan. En iedereen is natuurlijk weer bezig met een beetje afvallen. Leuk eruit zijn in die bikinilijn. En Linda de Mol is zelfs aan het calorieëndieet geslagen. Een heleboel mensen met haar. En ineens lees ik een opmerking van Marjolein Dubbers. En die had het over het feit dat zij zegt: een calorieëndieet is nonsens, moet je niet doen. Nou, ik weet dat Marjolein me daar van alles over kan gaan vertellen. En nou, we gaan eens eventjes een kopje koffie met haar drinken. Even wachten op Ruben. In de tussentijd neem ik maar een boterhammetje, gaat het maar worden. Volgens mij was het druk op de weg. Rustig aan. Ja, het is wel een beetje druk inderdaad. Heb je wel ontbeten? Ja, tuurlijk. Altijd. Okay. Een boterhammetje. Misschien wel een goed moment om even te vragen om je te abonneren ja. Op deze, op dit YouTube kanaal. Ja. Dat zouden wij echt super tof vinden. Ja, onderaan dan staat gewoon een klein abonnements icoontje. Kan je eventjes op drukken. Krijg je hem vanzelf elke maandag bam, in de mailbox. Dat is wel de bedoeling. Iedere maandag dan hebben we weer een nieuw verhaal. Hey, en wat voor soort koffie ga je dan voor haar maken? Want zij is dus echt iemand die gezond leeft. Ja. Maar ze wil wel, ze leeft gezond, maar ook wel op een vrolijke manier, zeg maar. Ja, ik denk eigenlijk gewoon een zwarte koffie. Een Americano is gewoon een espressootje met heet water aangelengd. Ja. Dus dan krijg je een Americano. Dus eigenlijk kan dat door als gewone koffie. Zit verder ja, niks in. Ik denk niet dat zij melk of iets erin doet. Gewoon lekker puur. Oké, pure koffie. Ja, gewoon puur. Ja, dan ga jij mee scoren. Denk het wel. Oh, wat is het hier mooi. Hey. Marjolein. Je bent al, je loopt meteen gewoon het shot in. Hartstikke goed. Ja, goed. Welkom. Goed dat je er bent. Het viel me op, jouw opmerking dat jij zei, het calorieëndieet dat werkt dus helemaal niet. Nee. Ik weet niet of ik daar nou heel blij van word, want in principe calorieën tellen was nog overzichtelijk. Ja. Maar waar zit het hem dan in dat dit niet werkt? Nou, omdat het er uiteindelijk om gaat waar die calorieën in zitten. Ik zeg altijd, een gekookt eitje en een eierkoek hebben ongeveer evenveel calorieën. Maar een gekookt eitje doet in jouw lichaam iets heel anders dan een eierkoek. En daar gaat het uiteindelijk om. Ah. Kan jouw lichaam iets met de calorieën die je eet? Ja. Levert het een bijdrage aan gezonde darmen bijvoorbeeld? Of niet? Of zorgt het ervoor, omdat het te zoet is, ja, dat je bloedsuikerspiegel omhoog gaat? Als je veel zoetigheid eet, en bijvoorbeeld snelle koolhydraten werken in je lichaam ook als suikers. Dus dan denk je aan bijvoorbeeld alles van witmeel of witte rijst of bloem. Dan gaat je suikerspiegel omhoog, want eigenlijk eet je dan energie, hè? Suiker is energie. Ja. En dat wil je lichaam zo snel mogelijk in je cellen krijgen. En daar heb je insuline voor nodig, dat hormoon heet insuline. En dat zorgt ervoor dat je bloedsuikerspiegel weer naar een normaal niveau gaat. Okay. Maar als je dat heel vaak doet en heel veel zoetigheid eet of heel veel snelle koolhydraten, ja, dan moet je lichaam eigenlijk veel te hard werken. Dus dan wordt er veel te veel en veel te vaak insuline aangemaakt. En dat zorgt ervoor dat je dan zo'n wisselende opbouw krijgt van suiker in je bloed. Ik zeg niet dat je alle suikers moet schrappen, want vooral je hersenen hebben ook suikers nodig. Tuurlijk. We willen natuurlijk heel graag met onze hersenen blijven werken. Dat lijkt niet verstandig. Maar wees voorzichtig met suikers en zoetigheid en snelle koolhydraten. Want als dat insuline in je bloed circuleert, dan kun je gewoon niet afvallen. Dan wordt eerst die energie gebruikt en pas later het energie die in je vetcellen ligt opgeslagen. Dat wist ik niet. Nou, dat is een van de redenen waarom vrouwen heel moeilijk kunnen afvallen, ondanks dat ze minder gaan eten en meer bewegen. Dus het is niet alleen de voedingswaarde in dit geval met de suikers, maar ook nog het feit dat er zoveel wordt opgebouwd in je bloed qua suiker,
Ja. Dat je lichaam gewoon niet toekomt aan verbranden van het vet. Ja, zo even eenvoudig uitgelegd, maar zo werkt het wel. Wat zijn 5 tips die jij kan meegeven om deze zomermaanden... Mm-hmm. niet alleen meer te denken, ik eet minder, ik beweeg meer, ik val niet af. Ik wil geen calorieën tellen, wat moet ik nu gaan doen? Oké. Tip 1. Tip 1. Zorg dat je genoeg slaap krijgt. Ja, dat is nog zo'n cliché. Hele rare tip. Nee, maar hij werkt echt. Slaap je slank is echt waar. En dat komt omdat wij dik worden van stress. Dus als vrouwen willen afvallen, is een van de eerste vragen die ik altijd stel is... hoeveel uren slaap jij? En als ze dan zeggen, ik slaap 6 uur per nacht... dan zeg ik, probeer eens om 8 uur slaap per nacht te krijgen. Ja. En dat zal echt helpen. Ja. Oké, goed. Tip 2. Zorg ervoor dat je zo min mogelijk... ik noem het maar de hormoonverstorende stoffen, zeg maar in je lichaam krijgt. En voor vrouwen een hele belangrijke is dat we niet te veel chemische stoffen op onze huid smeren. Met make-up bedoel met make-up, je? Met crèmes, met verzorgingsproducten, met cosmetica. Heel veel van die producten hebben synthetische stoffen in zich. En heel veel van die synthetische stoffen, en ook dat weten heel weinig mensen, dat zijn dikmakers. Tip nummer 3, want jullie willen hem ook weten volgens mij. In plaats van calorieën tellen... zeg ik altijd, eet zoveel mogelijk onbewerkte producten. Ja, dus geen pakjes, geen zakjes, geen blikjes. Tip 4. Yes. Zorg dat je een basissuppletie binnenkrijgt. Oh, en dan bedoel je vitamines innemen? Vitamines innemen. Waarom dan? Want er wordt toch altijd gezegd, als je maar genoeg van alles gevarieerd eet, dan zit het toch al in je voeding? Ja, maar in onze voeding wordt tegenwoordig komt voort uit grond, wat ofwel kunstmest heeft gekregen, waardoor het gewoon verarmd is. En ik zeg altijd, als een vitamine en een mineraal niet in de grond zit, dan komt het ook niet in de plant, dan komt het ook niet in de vrucht, zit of in de groente, dan komt het ook niet op ons bord en dan komt het ook niet in ons lichaam terecht. Tip nummer 5. Die ben ik even kwijt. Nou, dan denk je er even lekker over na. Dan pak ik tip 5. Tip 5 is, drink vooral genoeg water. Ja, maar dat vind ik nou ook weer zo... Ja. Dan moet je even wat meer vertellen dan alleen maar dat. Want het lijken allemaal hele simpele tips. Ze zullen ook heel belangrijk zijn. Maar wat zit er nou echt achter? Ons dorstgevoel is eigenlijk niet zo heel goed ontwikkeld. Eigenlijk krijg je pas dorst op het moment dat je eigenlijk al uitgedroogd bent. Oké. Dus wat we vaker ervaren is dat we honger krijgen. En ik vraag altijd aan vrouwen, als je honger hebt of een hongergevoel hebt, terwijl je eigenlijk weet, het zou eigenlijk nog niet kunnen, want ik heb een uur geleden pas gegeten, drink dan eens een groot glas water. Want waarschijnlijk is het dorst. Alles wat jij hebt geschreven is wetenschappelijk ook onderbouwd. Ja, ik heb veel links naar wetenschappelijk onderzoek. Ben je klaar voor een kopje koffie? Ja, ik heb wel ontzettend veel zin in. Mag je nog wel koffie? Heb je er al één gehad? Wees eerlijk. Ja, ik heb er al één gehad. Maar twee kan nog wel. Twee kan nog wel. Lekker kopje koffie gemaakt voor jullie. Wil je iets lekkers bij? Heb jij zoet dan? Ja, natuurlijk. Af en toe. Maar geen suiker. Oh, kijk. Dadelballetjes met walnoten en sesamzaadjes en stukjes pure chocolade erin. Oh. Wel 90%, maar heel erg lekker. Maar dat betekent dus wel dat het gewoon ook een beetje leuk kan blijven. Ja, natuurlijk. Natuurlijk moet het leuk blijven. En dan moeten we... Ruben, wil jij erin? Heerlijk. Met hartstikke lekker. Nou, grappig hè, dat ik dat dan me afvraag. Dan denk ik eigenlijk van, het kan niet lekker zijn, maar het is gewoon lekker. Ik zeg op een hele goede zomer. Ja. En met de slanke lijn. Ja. En geen calorieën. En geen calorieën. Ja, precies. Heerlijk. Dankjewel. Super tips. Let jij nou wel eens op je lijn? Nee, echt nooit. Oh, dat vind ik echt frustrerend. Ik eet gewoon wel lekker. Maar wel altijd vers, moet ik zeggen. Want dat vind ik gewoon lekkerder ook. Maar ik vind snacken ook wel eens lekker hoor. Zeg me niet dat je dat ook niet doet. Nee, tuurlijk wel. Oh, gelukkig wel. Regelmatig. Okay. Kan je het niet zien? Nee, gelukkig nog niet. Jij hebt echt, je hebt het goed voor elkaar. Hey, we zijn de volgende week weer met een nieuwe vlog. Dan gaan we op pad weer naar een bijzonder verrassend persoon. We gaan nu inpakken, lijkt me. Ja, inpakken wegwezen. Inpakken wegwezen. En abonneren heel graag. Oké, graag. Doei. Tot de volgende!